Aan het begin van deze vergadering spreken wij leden van het gemeentebestuur van Pijnacker-Noordorp respect uit voor elkaar en voor elkaars opvatting. Met wederzijdse tolerantie als uitgangspunt willen wij door goede beraadslagingen en democratische besluitvorming de belangen van de gemeente Pijnacker-Noordorp en haar inwoners dienen. ...91 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen is het dan zover. Het nieuwe college van Pijnacker-Noordorp is beëdigd. Daarvoor werd eerst het raadsbrede akkoord vastgesteld dat op bijna unanieme steun kon rekenen. Alleen de fractie van gemeentebelangen stemde tegen. Wij gaan u vertellen hoe het echt zit en waarom wij als gemeentebelangen niet hebben meegedaan aan deze poppenkast en volksverlakkerij. We nemen u mee naar 16 maart 2022, de avond van de verkiezingsuitslagen. Onze partij had een zetel verloren en dat hadden wij niet verwacht. Teleurstelling alom, maar niet alleen bij ons. De VVD treurde om het verlies van maar liefst 1/3 van de zetels en de heer Kuppenveld trok wit weg door een historisch laag aantal zetels van 3 dat onder zijn leiding werd behaald. Hoe moest dat verder? Want het plus, dat zit toch zo lekker. Maar al snel merkte dat de teleurstelling en onzekerheid veranderden in arrogantie en bravoure. De reden voor deze ommekeer was het overleg dat de 4 zittende wethouders diezelfde avond op de gang hadden. Mevrouw Van Bijnen en de heer Hennevanger stelden mevrouw Jensen en de heer Kuppenveld gerust. Ze hadden immers samen nog steeds de meerderheid en beloofden gewoon weer met z'n 4 door te gaan onder een bom van een stabiel college. Dat zou vast aan andere partijen en de kiezers te verkopen zijn en zo niet, zo wat, 17 is meer dan de helft plus 1. De andere partijen zetten een handtekening onder het raadsbrede akkoord. De raadsleden brengen hun stem uit op de wethouders en daarna worden deze beëdigd. Dat is verklaar en beloof ik. Dan mag ik u van harte feliciteren. Ja. Gefeliciteerd. Ga de gang. Dat verklaar en beloof ik. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes. Mevrouw Jensen. Mijn god, Alma. Gefeliciteerd, mevrouw Jensen. Dat verklaar en beloof ik. Dan mag ik u van harte feliciteren. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Van harte gefeliciteerd. Bernard, wat was je complimenteus vanavond? Ja, dat vond ik ook. We waren buitengewoon vriendelijk over het nieuw te vormen college en het hoofdlijnakkoord. Dus we hebben ons redelijk ingehouden eigenlijk. Maar nu, zoals het eigenlijk was, je ging er met gestrekt been in, hè? We hebben laten weten dat wij als gemeentebelangen inderdaad niet eens zijn met de gang van zaken zoals het is gegaan. De beloftes die de partijen hebben gedaan voorafgaand aan de verkiezingen en aan de kiezers over wat er zou moeten gaan veranderen. En als je er achteraf moet constateren dat inderdaad gewoon niet gedaan is wat er beloofd is, dan mag je ze daar best op wijzen. Maar is het toch niet makkelijk om te zeggen we doen niet mee en het daarbij te laten? We hebben helemaal aan het begin aan de heer De Jong aangegeven dat we absoluut wilden meepraten over een hoofdlijnenakkoord. Maar dan waren er een aantal voorwaarden die wij graag met elkaar wilden bespreken. Een van de voorwaarden was dat wij een echt hoofdlijnenakkoord wilden hebben wat past op 1, hooguit 2 A4'tjes. Want dan praat je echt over hoofdlijnen, over waar gaan we het over hebben de komende 4 jaar. En nu zijn er allemaal weer zaken ingefietst uit alle programma's. Iedereen heeft een beetje wat gekregen. Nou, handje klappen van tevoren gedaan. Daarmee is de raad voor de komende 4 jaar buitenspel gezet. Want we hebben afgesproken dat we dit gaan doen. En dat is wat wij zeggen, een dichtgetimmerd raadsakkoord. En daarnaast hebben we ook aangegeven dat als het echt een raadsbreed akkoord is en dat niet uitmaakt wie er als wethouder zitten, dan hadden wij graag willen zien dat er een aantal wethouders hadden gezeten. Wat ons betreft van een partij met maar 1 zetel, dat had heel goed zomaar mogelijk kunnen zijn, die echt vakinhoudelijk fantastisch is. Of iemand van buiten de raad die zegt, ik ben hier namens de hele raad, want dat is het verhaal. Dan was er namelijk voor elke partij, elke vergadering weer opnieuw op inhoud een debat mogelijk. Heb je het naar zin vanavond? Nou, ik ben blij dat dit achter de rug is, ja. En blij dat we een mooi college nu hebben. Terugkeer in het college. Maar dat is niet het enige verschil, denk ik. Jullie hebben afspraken gemaakt over heel veel dingen. Wat wordt er anders ten opzichte van de vorige raadsperiode? We hebben het heel goed al gehad over vertrouwen, onder andere. En wat gebeurt er nou, wat doe je nou als er iets niet goed loopt? Hoe hou je elkaar vast? Hoe help je elkaar? Het zijn een paar dingen waar we het over gehad hebben.
Ja. Er zijn vanavond ook wel onvriendelijke woorden gesproken. Gemeentebelangen die ging er behoorlijk met gestrekt been in. Je weet het van tevoren, maar schrik je daar dan toch een beetje van? Nee, kijk, gemeentebelangen hebben afgelopen jaren, die zijn van 4 naar 3 zetels, naar 2 zetels gegaan. Dus de kiezer ziet dat niet, zeg maar. Want anders hadden ze wel wat meer zetels gekregen. En ja, dan worden de vervelende dingen gezegd over wachtgeld en noem maar op. Nou, de beide heren hebben in ieder geval ruim 7 jaar wachtgeld bij elkaar gehad. Ja, weet je, dus dat moet je niet allemaal te serieus nemen, nee. In Amerika zeggen ze 4 more years. Ja, en wij hier nu ook vanavond. Nou ja, er is al een stukje vanaf natuurlijk, maar het is toch eigenlijk redelijk vlot gegaan. Ja, vind ik ook. Soms heb je ook gewoon iets tijd nodig om met elkaar goed het gesprek aan te gaan. Dat hebben we ook gedaan, in een hele positieve sfeer. Dus ik denk dat er een heel mooi akkoord ligt voor de komende 4 jaar. Wat wordt het grootste verschil ten opzichte van de afgelopen 4 jaar? Het grootste verschil is dat we gaan versnellen op een aantal belangrijke thema's. Dus we gaan nog meer doen aan het bouwen van woningen. We gaan een woonzorgvisie ontwikkelen. En ik mag aan de slag met een nieuwe visie voor het sociaal domein. Manuela, wat wordt het grootste verschil ten opzichte van de afgelopen 4 jaar? Het grootste verschil is dat deze equipe van 5 mensen, die hebben al samengewerkt. Maar ze zitten nu, vind ik, allemaal op een portefeuille die hen perfect past. Daardoor zijn ze allemaal in hun kracht komen te staan. Ze hebben allemaal ervaring opgedaan in dit vak, ervaring met die portefeuille. En dat geldt voor Hanneke ook. Deze portefeuille past haar gewoon als een perfect jasje. Het staat ook heel erg mooi in lijn met ons verkiezingsprogramma. Ze staat daardoor heel dicht bij de inwoners. Kan heel veel pragmatisch, praktisch lekker oplossen. En dat, ja, ik heb er eigenlijk gewoon ontzettend veel lol in. Ik denk dat dit 4 hele leuke jaren gaan worden. Carla, wat wordt het grootste verschil in de komende 4 jaar ten opzichte van de vorige raadsperiode? Nou, dat we in ieder geval nog meer aandacht gaat naar dierenwelzijn, natuur en milieu wat ons betreft. En we blijven onze aanjachtfunctie ook zeker vervullen. Maar we hebben mooie resultaten bereikt in het hoofdlijnakkoord. En we zullen daar zeker de druk op leggen om die op een goede manier uit te werken. Ecologische verbindingszones, meer groen, meer goede natuur. Aandacht voor milieu, schoon water, schone leefomgeving. Dus wat dat betreft, maar ook een belangrijk punt is de weidedieren, dat die beschutting kunnen krijgen. Dat is echt een expliciet punt wat wij heel belangrijk vonden, omdat, gezien de extreme weersomstandigheden. Dus daar zullen we echt onze aandacht op richten en daar zullen we zeker ook weer het verschil gaan maken. Je mag nog 4 jaar, Frank. Ja, absoluut. Heel blij mee, Paul. Want er is nog genoeg werk te doen waar we de vorige keer mee begonnen zijn. Zoals het bouwen bijvoorbeeld van betaalbare woningen, energietransitie, de glastuinbouw. En daar gaan we onze komende 4 jaar weer hard voor inzetten. Er liggen best nog wel wat uitdagingen, hè, voor de komende jaren. Wat zie jij zelf als de meest lastige, of misschien moet ik zeggen de meest uitdagende? Nou ja, dat zijn er waarschijnlijk 2. Het ene is om inderdaad betaalbare huizen te bouwen. Met al die kostenstijgingen en het gevolg van de Oekraïneoorlog en zo. Dat heeft gewoon gevolgen. Dus dat proberen we in toom te houden. We hebben een beetje ook landelijk voor nodig. En het andere voor de energietransitie. En ook daar geldt weer allerlei regelgeving met betrekking tot prijzen voor gas en warmte. En wij gaan in ieder geval ons best doen om daar voor onze gemeente goed mee aan de gang te gaan. Je mag nog 4 jaar, Peter. Ja, nou, daar ben ik heel erg blij mee. En ik verheug me erop. Ik heb de afgelopen 4 jaar echt met heel veel plezier in mijn portefeuille al het werk gedaan voor de gemeente. En ik wil dat graag de komende 4 jaar in dezelfde portefeuille op dezelfde manier voortzetten. En nou, er is nog heel veel te doen. Op alle aspecten, zo financiën, nou, dat kennen we allemaal, de hele discussie rond de gemeentefinanciën. Maar ook als het gaat om onderwijshuisvesting of als het gaat om natuurrecreatie, sport, nou, noem maar op. We hebben genoeg te doen in het dorp. Nog 4 jaar wethouder Ilona, wat moet ik haar vragen? Weet ik niet. Of ik het leuk vind. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ga echt met heel veel enthousiasme weer aan de slag om nog 4 jaar eraan vast te plakken. Ik heb natuurlijk veel gedaan de afgelopen 4 jaar. Veel bereikt ook, bijvoorbeeld ook zo'n omgevingsvisie. Nou, en die lijntjes staan nu en daar willen we eigenlijk heel graag inkleuring aan geven. Dus dat we eruit gekomen zijn met elkaar. En dat we nu met z'n 5, want het is echt wel een grote taak, dat we nu met z'n 5 aan de slag kunnen. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Wil je nog wat veranderen aan deze gemeente? Nou, ik hoef niet per se iets te veranderen. Want ik woon hier met jou en met je broertjes en je papa. Dus het komt helemaal goed in Pijnakker-Noordorp.